Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Yves gaat iets doen waar wij normaal altijd heel erg zenuwachtig van worden. Maar Yves is niet zenuwachtig, want Yves weet nog niet dat ze het gaat doen. Yves gaat vandaag namelijk naar de tandarts. Wil jij nou alles leren over het paardengebit en zien hoe Yves het er bij de tandarts van afbrengt? Blijf dan kijken. Nou, ik sta naast Daan en Daan is paardentandarts. Ik heb heel veel vragen voor je, maar als eerst, hoe werkt een paardengebit? Is het hetzelfde als bij ons? Nou, denk ik niet. Het ziet er heel anders uit. Kan je er iets over uitleggen? Ja, dat kan zeker. Een paardengebit is wat anders gevormd dan een mensengebit. We hebben gewoon voortanden bij een paard, net zoals wij dat hebben. Oh, dit zijn dus de voortanden? Dat zijn de voortanden die bij ons hebben. Die twee grotes, ja, dat zijn er bij een paard 6. En dit is een heel jong paard, dus die heeft nog geen hoektanden. En die zijn bij een paard ook alleen bij het mannelijke dier aanwezig. Maar op deze plek zou dan een hoektand kunnen ontstaan bij een ruin of bij een hengst. En dan hebben we gewoon de kiezen. 3 melkkiezen en daarachter komen een aantal volwassen kiezen tevoorschijn. Yves gaat vragen aan de tandarts. Hoe ga je kijken of wanneer het wel of niet goed is? Wat voor dingen komen bij paarden altijd voor? Nou, omdat een paard wat anders koudt dan mensen en omdat er daardoor andere afwijkingen ontstaan, is die benadering natuurlijk heel anders dan bij ons. Bij ons wordt er gekeken naar een gaatje, dat kijken we bij een paard uiteindelijk ook wel, maar het gaat er voornamelijk om of die tanden gelijkmatig afsluiten. Daarnaast heeft iemand het over haken. Haken, ja, dat heeft Yves een keer gehad. Nou, in principe heeft elk paard dat, net zoveel. Alleen bij sommige. Alleen de vraag is hoe scherp zijn ze. Ja, dat is want echt. Als je nou naar de buitenkant van die kiezen kijkt, dan zie je dat. Oh, die zijn eigenlijk allemaal haken. Nou, op die plekken waar die het meest uitsteekt, slijt hij het minst. En daar wordt hij scherp. En hoe scherper die is, hoe meer we dan zeggen dat hij scherp is door de haken. Ik had nog wel een vraagje. Yves is laatst losgebroken met hoofdstel en al in. Ja. En toen is hij zeg maar op zijn teugel gaan staan, terwijl hij zijn bit nog in had. En ja, ik ben benieuwd of dat allemaal nog van binnen. Ik merk niet echt rare dingen met Ryan, eigenlijk helemaal niet, maar. Nou, hij heeft niet gebloed. Nee, dat zag ik niet. Nee. En de aanleuning in het rijden is hij ook niet veranderd. Nee. Het makkelijkste is om dat te bekijken als hij straks verdoofd is. Ja, inderdaad. Ik neem aan dat je ook wil weten hoe een paardentandarts zijn vooronderzoek doet, of hij. Ja, ik ben heel benieuwd of waar we hiermee gaan beginnen. Nou, kijk eigenlijk altijd eerst naar het paard in zijn totaal. Hè. Is hij goed doorvoed? Is hij mager? Is hij vet? Is hij glimmend? Is hij dof? Dat is even een algemeen beeld van een paard. En op het moment dat we daar een beetje indruk van hebben. Hè, dit staat hier gewoon een mooi glimmend, goed doorvoed paard. Op het moment dat we daar een goede indruk van hebben, dan gaan we naar het hoofd kijken. Hier onder die manenpluk zitten 2 kauwspieren. Waar? Dit is een half maantje en dat is een half maantje. Is dit een kauwspier? Dat is een kauwspier en dat is een kauwspier. Wat grappig, helemaal hier. Dat zijn de dingen die je zelf ook een beetje bij je slaap kunt voelen. Oh ja, ja, als je gaat kauwen, moet je maar eens hier voelen. Dan kauw je en dan voel je het. Dat is eigenlijk dit. Nou, niet helemaal. Er zit wel wat verandering natuurlijk omdat die schedel wat anders gevormd is. Maar je hebt de grote massa, dat is bij ons in de wang. Ja? Dit is echt een grote kauwspier en dan heb je er wat kleinere boven op het hoofd. Nou, deze twee die kunnen we wat minder makkelijk vergelijken, alleen als er grote verschillen zijn. Maar deze twee kunnen we wel vergelijken. Dan kunnen we kijken of er eentje dikker of er eentje steviger is. Nou, je kan het inderdaad voelen. Maar je kan ook over de neusrug kijken en kijken of er eentje wat meer uitsteekt dan de andere. Deze denk ik, of niet? Ja. En als je goed voelt, en dat kan je het beste misschien wel doen met 2 handen, allebei een hand op een spier. Oh, dan lijkt deze wel iets dikker. Die lijkt wat dikker en wat steviger. Dus dat paard dat koudt meer aan de rechterkant. Nou, een paard heeft ook een voorkeur, net zoals jij en ik. Alleen bij een paard is het zo, omdat die tanden slijten. En als een paard dan een voorkeur heeft, dan krijg je een verschil in slijtage. Dus dat is het eerste wat opvalt. Nou, dan kijken we vervolgens eventjes naar het kaakgewricht. Dit is 1 weken begrenzing. Het is eigenlijk als een kniegewricht. Hè. Er zit een boven- en onderbeen, een boven- en onderkaak. Daar zit ook een meniscus tussen. Dit is de gewrichtspleet. Dit is kapsel, dat is kapsel en dat is kapsel. Als ik hier duw, moet je daarop letten. Oh, zo raar. Hoe kan dat? Dat is de vloeistof die ik met mijn wijsvinger wegduw. Wow, heel bizar. Wat ik graag wil weten van die kaakgewrichten, is de gewrichtspleet links en rechts gelijk. Dus ik leg mijn vingers daarin. En hoe is dat bij Yves? Dat is gelijk bij Yves. Oh, dus dat gelukkig. Is goed. En dan wil ik ook weten of het paard gevoelig is op het kaakgewricht. Dus wat ik duw, is ik duw wat op die kapsels. En dan kijk ik wanneer krijg ik reactie. Nou, dit duurt vrij lang, je moet vrij hard duwen voordat zijn ik reactie krijg. Zijn paarden meteen helemaal. Ja, die zelfs omhoog schieten van oh, de pijn. Nee. Ja. Dus ik vergelijk links en rechts, nou heb ik net rechts geduwd. Nou, hier moet ik nog bijna harder duwen. Dus eigenlijk, wat mij betreft, zijn ze allebei gelijk gevoelig en niet overdreven pijnlijk. Dus eigenlijk gewoon normaal gevoelig.
Dus dat is een goed teken. Dan kijken we naar die kaaktak. Voelen we of daar verdikkingen aan zitten. Ook dan vergelijken we links en rechts. Het eerste, dan zal ik even het hoofd wat draaien. Wat ik doe is ik steek mijn duim recht naar binnen. Dan zit ik in het tandenloze... Hoor me. Oh ja, ik wil zeggen, ben je niet bang dat die... Tandenloze deel. Nee, er zitten geen tanden daar. Dus ik kan mijn duim daar recht naar binnen steken zonder dat ik gebeten word. En op het moment dat ik die lip vast heb, duw ik mijn duim omhoog en kan ik zo naar de eerste kies voelen. En dan ga ik voelen of hij scherp is. Oh, je voelt nu al aan een kies? Nu voel ik al aan een kies. Kijk, aan de buitenkant kan je zien, daar zit net achter mijn vinger de eerste kies al. Dus en ik hoef er niet zo heel ver in. Voel je al iets scherps? Nou, ik voel dat die vorig jaar behandeld is. Daar zijn de sporen nog duidelijk van zichtbaar. En aan de rand van de kies, hè, waar die van de wang naar het kauwoppervlak gaat, daar begint hij wat scherp te worden. Maar goed, dit is alleen de eerste kies die ik kan voelen. Als ik nou meer wil voelen, dan is het veiligst natuurlijk om het paard te verdoven en een klem in te doen. Maar wat je ook nog kan doen, en dat zou ik je niet aanraden om het zelf te proberen. Is gewoon op deze manier alle kies af te voelen. Ja, wel beter, dan hoef je niet meteen te verdoven. Nee, maar waar ik voel is wel dat hij echt duidelijk aan de beurt. Ja, is dat zo? Scherp, wat rommelig. Dan is ook een kies waar een stukje afgebroken van lijkt. We geven een paard een prik op basis van gewicht, een beetje karakter. Tellen we daarin mee en ook het geslacht en het ras. Nou, Yves is op zich een redelijk braaf paard, maar vindt de behandeling nooit zo heel leuk. Dus hij krijgt een verdoving. En dan kijken we of hij voldoende verdoofd is. Oké, ik heb ondertussen even jas aangetrokken. Ik dacht dat je die prikkel had gedaan. We prikken hem in de ader. Die ader gaat gelijk naar het hart. Althans, het bloed in de ader gaat naar het hart. Dus op het moment dat wij daar bloed hebben. En dan even overpakken. Bloed hebben en leegdrukken, dan begint het zich al gelijk over het lichaam te verdelen. Met een half minuut tot een minuut zie je al duidelijk dat het paard wat suffer wordt en met een 4-5 minuten is de verdoving maximaal. Wow, raar. Vraag... Zie je, in het begin van die verdoving, dan wordt hij een beetje wiebelig. Ja, is dat niet, valt hij niet ineens om? Nou, eigenlijk niet. Of er moet iets raars gebeuren, dat hij uitglijdt of dat het paard niet helemaal fit is. Ja, dit vind ik altijd een beetje eng, maar inderdaad. Dit ziet er een beetje raar uit. Ja, dat hij net verdoofd wordt en dat hij dan dat ik echt denk van, oh shit, die geest dwaalt helemaal weg. Maar ja, ze moet eventjes een nieuwe balans vinden, verder wennen aan de nieuwe situatie. Dus je ziet ze in het begin altijd een beetje, beetje tollen zo. Oh, dat gebeurt wel vaker. Dat is al bijna altijd. Oh, okay, en dat is de eerste paar minuten en daarna staat hij prima. En als hij nou te slap wordt, nou, dan gaan we meteen met hem aan de gang. Dan houden we hem iets gestimuleerd. Dus dan doen we hem in het halster en dan gaan we de mond spoelen om eens in de mond te kijken. Dus deze gebruiken we als een ondersteuning. Oh ja. En dan kunnen we hem op hoogte hangen waarop we er goed in kunnen kijken. En als we hem niet met hem bezig zijn, dan laten we hem weer zakken. Dan trekken we een touwtje en dan is alles los. Dus ook als het paard in paniek raakt of zo. Oh, je kan hem altijd los trekken inderdaad. Dat is handig. Ja, dit hangt altijd bij mijn hand in de buurt, dus dan is hij meteen los. Nou, paard heeft vaak nog eten in zijn mond. Dus dat zal... Oh, dat spoel je er zo uit? Dat spoelen we op deze manier uit. Wow, grappig. Maar dit is de schone, dit is de schone kant. Dan hoop ik dat hij nog wat eten aan de andere kant heeft. Want dat had hij net wel, dat ik voelde. Ik wou zeggen, hij eet zijn mond... Zie je het verschil in water? Dat is een stuk bruiner. Hoe kan het aan die kop zo bruin zijn? Dat is weer met het koude dingen te maken. Of, Een paard kan maar aan één kant tegelijk kouwen. Oh, en daar had hij toevallig nog... En dat doet hij vaak een hele maaltijd lang. Of hij wisselt één keer... Serieus? Ja, of hij wisselt... Mensen doen toch heel veel aan het wisselen elke seconde, of niet? Ik gebruik alle twee de kanten tegelijk. Gaat veel sneller. Ik weet niet, gaat op letten. Ga op letten als je een koekje gaat eten waar je dan koudt. Dat kan het ook niet. Een paard doet het maar aan één kant tegelijk. En soms wisselen ze wel een keer tijdens een maaltijd. Oh, dus hij heeft toevallig nu aan die kant gegeven. Ja, ja. Dus we beginnen met die voortanden. Nou, die lijken redelijk mooi aan te sluiten. Maar als we wat nauwkeuriger kijken, dan zie je dat hij hiervoor geen contact heeft. En hier aan de zijkant weer wel. Ja. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen komen omdat hij zijn tanden langs de tralies van de box beschadigt. Of langs zijn voerbak. Het zou ook kunnen dat hij in een wei heeft gestaan met heel kort gras. En dan moeten ze tanden tegen de grond aanduwen en dan slijten die tanden hier in het midden wel uit en hier aan de buitenkant niet. Oh ja. Dus dat is al het eerste wat opvalt. Nou, dan willen we weten of de tanden recht zijn, waar we het net over hadden, of we een links-rechts verschil hebben. Die kaakgewrichten, dat is het scharnierpunt. Dus ik ga altijd voor een paard staan en ik zet mijn vingers op die kaakgewrichten en ik kijk of die overeenkomt met de ogen. Want ik kan die kaakgewrichten nee, niet zien als ik ervoor sta. Nee, niet zien aan de zijkant, ja. Dus ik vergelijk dat met de ogen. Nou, in dit geval is dat symmetrisch, is dat gelijk. Dus dan heb ik die ogen als rechte lijn. En dan kijk ik met die ogen als rechte lijn naar die voortanden of die dan ook recht staat. En dan staat hij een heel klein beetje scheef.
Dan kan je ook wel een beetje zien. Hier sluit hij mooi aan en hier steekt hij wat uit. Ja, ik zie het. Dat is een heel klein beetje. Dat is echt, echt heel weinig. Oh, een paardentand. Toen ik even had, echt van die mini-tandjes en nu mega grote tanden. Hoe lang groeien paardentanden door? Als je het heel zwart-wit bekijkt, groeien tanden alleen in de aanleg. En gaan ze de rest van het leven gaan ze doorkomen en slijten. Dus groeien ze niet meer. Oh, werken ze okay. Eigenlijk als een pritstift of een lippenstift. Dat ding, het gaat een beetje... Oh, ja, je gebruikt hem, je draait hem op en op een gegeven moment is het stiftje op. En dat is bij die tanden ook. Dan gaan we kijken hoe de kiezelaars elkaar bewegen. En of daar blokkades in zitten. Nou, dat valt erg mee. Wow, cool. Dan doen we dat ook in een links-rechts vergelijking. Deze kant is ietsje rommeliger, zie ik al, maar de blokkade valt mee. We doen eerst wat aan de voortanden. Doen we er een klem in. Spleetje. Oh ja. Want hij was daar wat hoger, daarom lag die kaak ook wat naar rechts. Ja. Dus ik heb die wat ingekort om die te kunnen laten zakken. Ja, precies. Dat doet hij natuurlijk uit zichzelf. Die komt ook wel weer omhoog. Dus uiteindelijk komen ze weer netjes in contact. Maar zo proberen we het te corrigeren door de te hoge tanden in te korten en ruimte te creëren voor de te lage. En er zit natuurlijk wel leven in die tand. Maar je bent aan het werk in een gebied wat al weggesleten had moeten zijn, dus waar het leven zich al uit heeft teruggetrokken. Oh, oké. Okay. Dus je hebt een veilige marge. Nee, je hebt een veilige marge. Mazzel-ie. Oké, wat is dit? Dit is wat we een mondklem of speculum noemen. Die is eigenlijk speciaal ontworpen om bij paarden de mond open te houden tijdens de behandeling. Die plaatsen we op de voortand op deze manier. En we stellen hem in dat hij wel strak zit, maar niet te strak. En dan doen we het paard weer netjes terug. In de beugel. En op het moment dat we hem dan openen, dan blijft die mond open staan en kunnen we overal goed naar kijken en goed bij. Zonder dat we het risico lopen gebeten te worden. Dan kijken we even of we hem gelijkmatig open hebben. En dan blijft op deze manier gewoon die mond open staan. Wow. Dus je voelt, als je over het kouoppervlak van de kiezen gaat, voel je wow, wat onregelmatigheid. Ja, ik voel het inderdaad. Je voelt aan de wangkant van die kiezen, voel je dat er allemaal scherpe punten zitten. Ja. Dus als je naar voren komt, voel je heel duidelijk dat het over de hele rij is. Ja, best wel. En dat is dus wat ze dan haken zouden noemen. Dat zijn er elk jaar net zoveel. Alleen de vraag is, hoe scherp zijn ze? Nou, eigenlijk als je dan naar de kiezen kijkt, kijk je ook naar de lijn door de kiezen heen. Je wil een stukje recht en een flauw oplopende lijn in het tweede deel van de mond. Nou, dat zien we er ook eigenlijk wel in terug. Dus het is een hele nette mond die wat onderhoud nodig heeft. Maar die zo hier en daar best wel wat scherp is en soms wat dikkere richting. Maar geen hele heftige complicaties? Nee. Schijfje met diamantsnippertjes erop. Echte diamantsnippers? Nou ja, niet van die mooie glimmers, oh, want anders staat hij niet op dat schijfje. Nee, dat is een ding. Diamant is eigenlijk hetzelfde principe als een gipszaag. Oké. Okay. Dus als ze je gips weghalen, dan snijdt het wel door het gips, maar niet door je huid. Ja, dat hebben we nooit gewoon bij het moeten over. Dus diamant duwt eigenlijk de zachte delen, zachte weefsels, dus bijvoorbeeld je huid, duwt het gewoon weg. Oh ja. Maar als je je nagel er tegenaan zou houden. Oh, dan zal hij wel gaan. Dan slijpt hij je nagel wel af. Echt vermoeiend! Huh? Wil je het proberen? Ja, nee, die heb ik net. Ben ik een uur mee bezig geweest. Dus ik zoek met mijn handen even langs de kiezerij. Oké, ik wil hem niet gepolijst hebben. Ik wil gewoon een ruwe mond hebben. Maar wel eentje die gelijkmatig is. Zodat je die bewegingsvrijheid hebt. Ja. Waar we het net over hadden. Voel maar het verschil. Ik ben echt benieuwd. Begin maar boven, daar was je net ook. Andersom.
Anders ben je zo met die tongens, doe je. En boven kun je heel makkelijk voelen. En vooral als je gekruist voelt. Hè? Dus met je... Wow, ik voel het echt heel erg. Is hij nog ruw? Dat was dus echt zo, ja, heel ruw. Maar nu kan ik wel gewoon langs zonder dat ik pijn heb aan mijn... Het was echt scherp. Best wel, oh thanks. Dus nu moeten we nog controleren, want we hebben met de mond open alles gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat als er twee kaken bij elkaar komen, dat het ook past. We kijken wat we net ook deden, van hoe die tanden langs elkaar bewegen. Ja. Of dat nog mooi soepel gaat, maar ook of alles elkaar op dezelfde manier in dezelfde hoek raakt. Ja. En of er geen blokkade zit in het voor-achterwaartse bewegen. En wat zie je nu? Nou, dat deze kant heel dichtbij is, dat er een paar kleine... Aanpassingen? Ja, een paar kleine aanpassingen. En deze iets meer. Deze kun je ook horen. Oh ja, moet je horen. Wow. Ja, dus er zit dan nog een kleine obstructie, terwijl aan de andere kant... Valt het mee. Dus dat geluid wil je niet horen eigenlijk? Niet zo groot als dat hij hier is. Heel kleintje, maakt niet zoveel uit, maar dit is een duidelijke hol waar hij dan een beetje op blijft hangen. Ze mag na een uurtje niet eten, moet ze wakker worden. En mij aan de verdoving, die verslapt ook de verslokdarm, dus de kans zich verslikken of verstopt raken. Oh, dus moet ik hem vastmaken aan de tralies? Ja, als ze in een stroopbox staan, dan moeten ze vast inderdaad. Ja. Of je zet ze op paddock. Maar in ieder geval dat ze niet kunnen eten. Oké. Okay. En dan mag je ze morgen gewoon weer rijden. Kan het wel zijn dat ze 1 of 2 dagen soms iets gevoelig is. Soms maak je een wondje, soms heb je wat spierpijn. Ja. Soms moet ze even wennen. Dus als ze een beetje raar eten, 1 of 2 dagen, nou dat gaat wel. En anders moet je gewoon even bellen. En heb ik nog 1 vraagje. Als mensen thuis nou paarden hebben, wat zijn symptomen of dingen waar ze op kunnen letten om in de gaten te houden of neer moeten naar de tandarts? Of wat, ja, dit is niet helemaal goed. Nou, het makkelijkste is om gewoon inderdaad de jonge paarden elke 6 tot 9 maanden bij te houden en de oudere paarden jaarlijks. Want op het moment dat je echt duidelijk wat aan het paard gaat merken, dan is er ook vaak een ernstiger probleem aan de hand. Zijn paarden niet bij mensen echt klagers? Want alle paarden zijn niet zo... Nee, paarden zijn prooidieren. Dus die zullen heel laat pas hun zwakte of hun problemen laten zien. Omdat ze anders dan ten prooi vallen aan. Dus een paard zal alles doen om te blijven eten. Oké, dus heb je een jong paard 2 keer per jaar naar de tandarts. Heb je een wat oude paard 11 keer naar de tandarts. Oké, Daan, nou, nu wil ik tegen jou zeggen super bedankt. Wij zijn nog niet klaar, want wij gaan Pieter nog doen. Die gaat ook naar de tandarts. Ik wil tegen jullie zeggen, dank voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en tot volgende week. Doei!